programma wordt mede mogelijk gemaakt door Heiman Ongerijmd, Rosette en Het Colofon. In 2018 kwam de Sint-Jansbeek weer boven water, maar de geschiedenis van het water is al veel ouder. Dat kunt u allemaal lezen in dit boek, Sint-Jansbeek te Arnhem, levensader van een stad. Ik lees wat dit voor. Tijdens de loop door de stad raakte de beek erg vervuild. Leerlooierijen gebruikten de beek om huiden te spoelen. Bierbrouwerijen loosden hun afvalproducten in de beek. Allerlei menselijk en dierlijk vuil kwam in het beekwater terecht. De beek kreeg in de benedenstad meer en meer het karakter van een open riool. Ook door de overvloed aan mest van loslopende kippen en het vele vee dat binnen de stadsmuren werd gehouden, was de hygiëne ver te zoeken. Er waren geen toiletten, alleen beerputten. Besmettelijke ziektes als pest en melaatsheid kwamen veel voor. De magistraat hield toezicht op het onderhoud van de beek. Beekmeesters moesten ervoor zorgen dat er geen vuilnis of onredelijke dingen in de beek werden gestort en dat de beek geregeld werd schoongemaakt. Om de beek schoon te houden werd hij beschoeid en werd het verboden dat secreten hun uitwerpselen in de beek zouden lozen. In 1411 lezen we in een stadsrekening dat er 50 karrenvrachten slijk uit de beken geruimd waren. Ondanks dit toezicht en deze maatregelen komen niet verhinderen dat de beek sterk vervuild raakte en stonk. Het zou nog tot 1781 duren voordat de eerste riolering werd aangelegd. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Heiman Ongerijmd, Rosette en Het Colofon.